intro. Nee, ik vind jou ook knap. Leuk dat jullie weer kijken naar mijn nieuwe vlog. We hebben weer genoeg leuke dingen gedaan, want het is namelijk kerst geweest. Echt waar? Ja, het was kerst. Dat hebben we natuurlijk gevierd. Allemaal leuke beelden gemaakt, dus dat gaan jullie zien. We hebben een kerstborrel gehad bij Gerard Joling, wat natuurlijk sowieso hilarisch was. En een leuk familieuitje. We zijn een diner dan zo gaan doen. Nou, geloof me, ik heb de zolen van mijn schoenen gedanst. Jullie gaan het allemaal zien in de volgende vlog. Doe even een duim omhoog als je het leuk vindt. En laat een reactie achter hieronder. Dat zou ik super leuk vinden. Veel plezier met kijken. Het is vandaag zaterdag. En wij gaan onderweg. Deze, je bent een sojabakker. Je mag niet eten. Pas op. We zijn onderweg. We gaan onderweg naar Hoofddorp. En daar hebben we een hele leuke feestavond van de Dappermarkt in Amsterdam. En dan gaan we heen met een hele leuke groep. Mijn ouders, neef en nicht. En het belooft echt een super gezellige avond te worden. Ik zal zeker op het eten letten, Sonja. En ja, voor de rest gaan jullie het wel zien. Ik heb er zin in. En deze ook. Zie je? Ja. Het gaat weer zo'n avondje worden. We zijn gezellig met de hele family. Met je grote... Tralalala. Nou, we zijn onderweg naar de zaal. Kijk eens even, wat zijn we toch netjes allemaal. Opa, wat ziet u er goed uit? 87 jaar, maar gaat nog als de brandweer. Plakt die elektriciteit hier? Ja, dat is, ja, jullie zullen hem niet herkennen zo, maar nee, dit is de man die thuis de lampjes ophangt. Die dus. Met je grote... Tralala. Dankjewel. Neem je nou een blaadje sla? Sorry, bak, maar ik denk wel aan je hoor. Die hebben we niet. Nee? We zitten heerlijk aan het voorgerechtje. Super gezellig. Helemaal chic. Zelfs mijn vader is chic. Ja. Nou, dat is die nooit. Ik vrouw heb net op mijn baak moeten zitten op bed om mijn broek dicht te krijgen. Lig het op bed. Maar goed. Maar hij zit aan, hij is aan. Ja. Kijk, en wat direct als gebeurt wel. En Joey maar, het zit erin. Jawel, we hebben het gevoel. Zelfs jij hebt Joey in je haar, hè? Het is hier zo gezellig. We hebben op dit moment zien in de tribune. Shalali, shalala. Wat anders. Wat zie jij er ineens intelligent uit dan? Wat zie jij er intelligent uit dan? Vind je leuk dan? Ja, ik vind je heel knap. Ja? Ik ben bijna weer hetero van jou. Ik ook. Hetero. Nee, ik vind jou ook knap. Dames en heren, mijn opa die staat hier, is dat even leuk of niet? 87 jaar, hè? Mijn opa, in heel Europa is er niemand zoals hij. Mijn opa, nee, niemand zo aardig als hij. Met z'n allen. Gezellig hoor. En mijn neef die heeft een liedje verzonnen. En die gaat zo. Met je grote tralalala. Dat was hem. Zing even met z'n allen. Daar gaan we. Met je grote. Nee, nou heel de zaal. Heel de zaal. Even jongens, doe het voor mij. Doe het voor mij. Met je grote. Dank jullie wel, lieve mensen. We gaan er nog eentje doen. Die was speciaal bij jou. Ik bemoei me toch ook niet met een ander. Niet storen. Kamer opruimen, hup. Laat rusten. Dag. Goedemorgen. Het is vandaag zondagochtend en we hebben een supergezellige avond gehad gisteren. En dan heb je het zwaar. Maar goed, we zijn onderweg naar Os voor televisieopnames. Daarna moet ik nog naar Etten-Leur om even naar de studio te gaan.
En dan kan je me zeg maar cremeren aan het eind van de dag. Ik hou nog steeds van jou. Dinsdag en we zijn onderweg naar de kerstborrel van Gerard Joling. De stad belooft sowieso natuurlijk al een feestje te worden. Maar toen waren we net onderweg, toen zagen we ineens twee mensen op een kleedje liggen. En een kwartje erbij. Ik denk, nou joh, ik neem ze even mee. Twee introducees. Nee hoor. Mike Pieters en Vijska zijn ook uitgenodigd. En die zijn gezellig. We zijn lekker gezellig aan het carpoolen. Ik heb er zin in, ik ben benieuwd. Daar is hij weer. Nou, we zijn op de kerstborrel van Gerard Joling. Super gezellig. Deze hebben we even onder de bar gegooid. En we krijgen nu een schaatsshow. Vrijdag en we hebben een super drukke dag achter de rug. Alle voorbereidingen voor kerst natuurlijk, maar het is ook weer tijd om vanavond te gaan zingen. En dat gaan we doen in Monster. Dat is enig, dat is echt een plek wat gigantisch bij me past, zoals je kunt zien. Monster. Goed. En dan morgen hebben we ook nog twee leuke optredens in Steenwijk. Hoe grappig is dat? En daarna gaan we terug naar Rijswijk. En dan rol ik zo mijn bed in. Is dat even lekker? Ik neem jullie mee. Als ik over kerst nadenk, dan denk ik altijd aan Mariah Carey, of niet? Ja. Nou, kom op dan. Hartstikke idee, gooi hem erin. Van de harte plaats. Oh yes. Oh, oh, oh. Yeah, yeah. Come on. You better watch out. You better not cry. Better not cry. I'm telling you, I'm a singer. Santa's coming to town. Santa's coming to town. Moeder. Jacqueline, dag Jacqueline. Tijd niet gezien. Ik zie alleen maar het plafond. Hartstikke leuk. Ik weet niet wat Jacqueline aan het doen is hoor, maar goed. Het is vandaag zaterdag en de struikelduif hier op mijn hoofd zit er weer enig bij. Die ga ik straks even fascineren, want ik moet optreden in Steenwijk. Hoe leuk is dat? Altijd maar mij filmen, ik word helemaal gek van. Ja, maar ik vind je zo knap. Ja, natuurlijk. Kijk. Ja, ik is heerlijk. Je bent echt heel knap. Zelfs van heel dichtbij. Ja. Oh mijn god. You gave me!
was je aan het filmen? Lul. Zullen de mensen vragen wat ze vinden van je zangkunst? Nee, want die ging expres heel vals zingen. En ik heb nog even een zonnebankje gepakt, zoals je ziet. En kerstavond vieren wij eigenlijk elk jaar bij mijn zus thuis. Met een vol hok. Echt, het is echt super gezellig. Christmas. Nou, het is super gezellig nu al. Kijk eens. Carpaccio die staat al bijna klaar. En we gaan zo'n heel ouderwets dobbelspelletje doen. Dat zeg maar, we enig vandaag. Een tafeltje met eten. Klein beetje maar. En hele ongezellige mensen. Kijk, nou is het. Kijk het eens. Wat ben je aan het doen? Ja, maar shotjes doen. Laat eens zien. Dat flesje. Die zijn voor Sonja Bakker. Oh. Deze ving er even bij. Dat is van de snappies. Van die snappies in Duitsland. Deze is klaar met inschenken. We zijn nu 3 kwartier verder, maar goed. Maar gaat het? Oh, je drinkt het gewoon door elkaar heen. Wat een varken. Met de gin toe, echt. Wat een varken. Nou, proost allemaal. Een eten. Sauven. Eind, twee, drie. Sauven. Het is weer hysterisch. We zijn aan het dobbelen. Opa snapt het niet. Dat is sowieso wel fijn, want dan kan je gewoon zijn cadeautjes afpakken. Nee, als je 6 gooit, dan mag je dus stelen bij iemand. Het is überhaupt ook wel heel erg knap dat je hier bovenuit komt. En we hebben daar maar 5 minuten de tijd voor. En 6 bij elkaar. 6 op 1 dobbelsteen. Nee, 6 op 1 dobbelsteen. 6 bij elkaar. Nou, het is kerst. Dus dan gaat hij weer de poesetjes staan om even af te koelen. En hier het hoofdgerecht. En het fijne is dat iedereen al vol zit. Het is kerstmis. Dan mag je plankje ook al wat groter gaan pakken. Plankje is precies een maat, zoals je ziet. Het is elk jaar weer een verrassing hoe die uit de oven komt. Nou, het is de eerste kerstdag. En we hebben een overheerlijk ossage de hele dag in de keuken gestaan. En dan koken we gewoon voor 14 mensen. Jingle bell, jingle all the way. Oh, what fun is the ride when those open say. Hey! Nou, het kerstdiner is op en we zitten lekker na te tafelen. En nou gaan we spelletjes doen. En dan moet ik dit iets in mijn mond doen. Ja. Ik haar. Ik heb aardbeien. Oh, laat dan. Op je bakpak. Het is vandaag donderdag en er gaat weer een weegmoment komen. Ze zijn er bijna. Wat denk jij deze? Ik denk 4 kilo aan. Dat denk ik ook na die kerstdagen. Nou, ze zijn door. De dames van Sonja Bakker. Maar dit nou moet eraf, hè, denk ik. Ja. Ik heb nou ijspegels al meteen. Ja. Van
de schade beperkt is gebleven met de kerst. Ja. Nou, volgens mij valt het nog mee hoor. Ja? Ja, 7 kilo in 7 weken. 7 kilo? Lekker toch? Hé, hey, dat is toch wel goed. Zo na de kerstdagen. Ja. 1 kilo in de week. Ja, weet je, ik ben zo ook wel eens aangekomen per dag. Nou, ik ben er even mee. De laatste keer was het 5,3 kilo. Dat is dan wat 2 weken geleden. Maar het snoepen van de kerst zit er ook bij natuurlijk. Ja, daarom. Nou, dan is het toch meer natuurlijk. En ook die halve fles amaretto, maar dat had ik niet meer verteld. Leuk dat jullie mijn hele vlog weer hebben afgekeken. Mocht je het nu leuk vinden en wil je op de hoogte gehouden worden van de nieuwe vlogs, video's, videoclips en allemaal leuke backstage beelden van The Voice of Holland bijvoorbeeld. Doe je dan eventjes abonneren op mijn YouTube kanaal. Dat doe je hier beneden helemaal gratis. Kost je helemaal niks. Dat is top, hè. Doei!